We besluiten ons verslag met de activiteiten vanmorgen in het Lalaroekgebouw. In gesprek met onze redactie zei NSHI-voorzitter Farid Ketwaru dat de voorbereidingen voor de viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie bij de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie 3 jaar in beslag hebben genomen. Vandaag, na onthulling van het monument en kunstwerken, zei Ketwaru dat er veel tijd nodig was om vooral de kunstwerken te brengen naar perfectie. Het was ook een lang proces. We hebben via Surpost speciale zegel laten ontwerpen voor 5 juni. En we hebben dus dan ook een first day cover uit te geven, aangeboden aan de president. We hebben ook via de juwelier Sunil Umrao Singh, die heeft speciaal ontworpen herdenkingsmunt gemaakt voor ons in goud en zilver. Daarvan hebben we wel een hele kleine voorraad hoor, want ja, het is duur. En we hebben toen ook de contractanten en later ook dus de mensen die hun contract hadden uitgezeten, die hebben ook op de rietplantages gewerkt. En ook op Maaienburg hebben ze rum en alcohol gemaakt. Dus we hebben aan SAB gevraagd om een souvenirsetje met kleine miniatuurflesjes Maaienburg en Borgurum uit te brengen. Ketwaru zegt verder dat het beeld op het terrein voor het Lalaroekgebouw een verhaal vertelt rondom de immigratie. Het beeld is van een speciaal cement met geheime ingrediënten en gemaakt door de kunstenaar George Ramjiawan Singh. De andere kunstwerken in het gebouw zijn vervaardigd door Rahid Abdul. Het markeert gewoon een mijlpaal in de historie van Suriname. En het benadrukt andermaal dat wij allemaal Surinamers zijn. Op de eerste plaats zijn we allemaal Surinamers. En we moeten met meer tolerantie naar elkaar toe, meer liefde, moeten wij samen arbeiden om dit mooie land weer mooi te maken. Weet je, dat is het. Het is één Suriname, we zijn één volk, we zijn allemaal Surinamers. En we zullen allemaal ook onze speciale dingen hebben. En dat mag en dat moet ook. En we moeten allemaal onze eigen dingen ook koesteren en vieren. De NSHI-voorzitter geeft aan dat de viering van alle feestdagen in Suriname gezamenlijk moet gebeuren. De verschillende etnische groepen moeten groeien naar één volk in de naam van natievorming. En tot zover ons verslag van de festiviteiten in verband met 150 jaar Hindoestaanse immigratie.